al sindsdien. Tum. Tum, tum, tum. Wow. Hallo jongens en meisjes van Tolk en als Gamer. Welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets aparts doen. Ga ik iets raars doen. Ga ik iets leuks doen. Want ik ga namelijk reageren op Job zijn oude video. Deze grappie jongens, die heeft zoveel kanalen gehad. Ja, die echt zo al fucking oud zijn. En ik heb best wel veel zin in om ze te bekijken. En mijn reactie aan jullie te laten zien. Hij heeft namelijk fucking Hexel en Gmail gehad. En nog een Hexel en Gmail heeft hij gehad. Dan heeft hij ook nog fucking, weet ik veel, een English Dutchman. Natuurlijk de oude video's op Doe Maar Gamen. Poképlek, noem het maar op. Allemaal oude dingen. Dus druk even op dat duimpje omhoog. Support mij. Laten we voor die 1000 temps omhoog gaan. Ook hebben we bijna de 50.000 abonnees. Nog maar een paar honderd te gaan. Dus abonneer zeker. En let's go. Ik ben hier op Job zijn eerste kanaal. Als het goed is, oké? Okay? Hij heeft 5000 abonnees. Ik heb net ook toestemming gekregen om dit sowieso allemaal te mogen doen. En ik denk dat hier iets grappigs is, jongens. Ik denk dat we hier iets grappigs uit kunnen halen. Ik ga gewoon naar het populairste en ik ga kijken naar Nieuwkist. Weet je, dat gebruik ik even niet. Ik ga gewoon kijken naar liedjes in het echte leven. Oké, jongens. Alright, laten we ervoor gaan. Gast, je wil serieus niet weten wat mij overkwam. Wat is je overkomen, Job? Vertel, ik wil het echt graag weten. Ik wil het ook weten, nou, man. Ik was in mijn kamer en ik keek naar de... Wow. En opeens zag ik dat ik een puist had. Nee, serieus? Ja, zijn stem, man. Holy shit. Je wil eigenlijk ook niet weten wat mij overkwam. Ik was aan het douchen en ik luisterde het liedje... Op een Gangnam Style. En ik kwam ook achter dat ik een puist had. Ja, maar je was toch aan het douchen? Heb je daar een spiegel of zo? Ja, zeg maar, ik was aan het douchen en voor me hing de spiegel. Dus ik dacht, ik kijk even naar de... Oh, heeft hij het weer gebruikt? Toen zag ik het. En dat is gewoon te gek. Maar wat mij overkwam, is niet uit te drukken in woorden. Oh, dit gaat nou, echt... Toen kwam een man naar me toe. Ik krijg hoofdpijn. Ik loop nu vaker in mijn eentje over straat. Oh mijn god, dat is zo naar... Oh mijn god. Iemand mee. Ik ga samen met iemand over straat lopen. Oh joh, dat is echt... Te gek. Ja, man. Ik vind dat. Gast, wat, dat is. Joepa. Er is wel echt één iets dat me opvalt. En dat in deze video heel veel dingen overkwamen. Snap je? Het is echt een beetje heel hardcore. Wat er namelijk gebeurde. Er kwam een gast naar me toe. Ja? En die zei. If I was your friend, I'd never let you go. En toen zei ik van. Wat? Ik ben je vriendje niet. Donder alsjeblieft op. Echt waar? Oh, dat is gewoon niet normaal. Maar gast, wat mij ook. Damn, Job was echt niet grappig vroeger. Holy shit. Kwam is zoveel erger dan dat. Het is niet uit te drukken in woorden. Want er kwam namelijk een gast naar mij toe en ja. Die zei... En ik dacht van, eeuw, what the fuck moet dat betekenen? Ja, maar gast, wat mij overkwam, dat is nog veel, veel, veel... Godverdomme, hoeveel dingen gaan nog overkomen? Ah! Ik ga wegklikken voordat ik aids krijg. Fucking Job, ik dacht dat je vroeger ook grappig was. Oh mijn god, ik zie nu één harde video. Oh mijn god, dit gaat grappig worden. Oh mijn god, dit gaat zo grappig worden. Een video uit 2012. Oh nee, copyright! Naar school gaan. 10 smoesjes om niet naar school te gaan. Ik werd opgehouden door een drugshandelaar in de steeg. Drugskoper? Nee, bedankt. Ik hoef geen drugs. Weet je zeker? Ja. What the fuck? Kijk deze grappie. De aanbieding. Aanbieding, drugsaanbieding. Ik hoef geen drugs. Weet je zeker? Ja, oké, doe dan maar 2 pillies action. Maar meer hoef ik echt niet. Er kwam een gast met een masker achter me aanrennen en die wou me doodmaken. Wow, een gast kwam achter je aanrennen en die wou je doodmaken. Dat brengt me op ideeën, Job. Misschien heb je dat idee toch wel even uitgewerkt, of niet soms? Oh my god. What the fuck, jongen? Job was gewoon al toen die tijd een fucking geboren bosmaakvideomaker content creator. Al sindsdien. Holy shit, ik kan gewoon dit niet geloven, man. Oh my god. Hoeveel fucking poppetjes had jij dan niet, Job? What the fuck? Oké, onze lieve jongen Job Hallo. Heeft een video gemaakt. Vrienden! Op de gang. Hallo mensen van wie ik hou als ze mijn video's kijken. Nee, dat klinkt ook niet houden. Nee. Hallo achterbakse rotzakken! Nee, dat klinkt ook niet, bro. Hallo kijkers van Hexel en Gmail. Ja, vandaag ga ik een mooie video maken. Ja, dat is logisch, ja. Ik jullie en dat vind ik heel leuk, dat heb ik heel veel plezier aan. Dan ga ik... Gaat vloggen! Ja, oh mijn god. Gewoon niet wappen. Ik zat dus naast mijn vriend in deze man een vlog van Cameron. Was toen al gewoon een bad boy, jongen. Holy shit. Oké, weet je, fuck dat kanaal. Ik ga naar zijn nieuwe kanaal, Hexel en Gmail met een K. Want dat was een oude kanaal. Dit is zijn oude kanaal. Ik ben benieuwd, wat de fuck heb je hier allemaal op gedaan? Je had veel meer, oh nee, je hebt niet veel meer abonnees. Je had ook weer rond de 5000 abonnees, maar dat was in die tijd, laten we eerlijk zijn, 5000 abonnees was in die tijd gewoon de miljoen abonnees nu ofzo. Weet je, zoiets was. Het was gewoon echt veel. Laten we het daarop houden. En ik ben nu benieuwd naar je video, hoe wordt het cool? Dit is Harold. Maar Harold wil wel cool zijn. Oh, dit is die grapje. Dit is die andere Job. Dit is die andere Job. Net zoals al zijn vrienden. Ik wil ook stoer zijn. Ik kan ook niks goed doen.
Maar er is hulp. Oh, er is hulp. Dat is Ahmed. Ahmed. Ahmed zal ervoor zorgen dat hij ook cool kan worden. Waarom zwart beeld? Tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ik heb al 60 jaar te maken gehad met deze misverstanden. 60 jaar. Ahmeds allergrootste hobby is schommelen. Hé, mag ik niet voor mezelf praten ofzo? En twurken. Oh, what the fuck? What the fuck? Wat had ik... Ik wil ook stoer zijn als ja. jou. Maar oké, okay, man, ik hoef niet meer te weten. Er is genoeg informatie voor deze man. Het eerste wat jij moet kunnen, is hakken. Hakken. What the fuck doe je? Wat is... What the fuck, schommelmassie? What the fuck zei die daar? Holy shit. Wat? Waarom film je opeens om je heen? Nou, Job, wat doe je? Job? Oh. En wat vind je nou eigenlijk van je coach Ahmed? Oh. Hij wat? Hij is wel aardig. Ja, hij is inderdaad heel aardig. Maar je hebt er nooit aan gedacht om naar een andere coach te gaan. Want er zijn natuurlijk meerdere coaches. Heb je wel de keuze gehad om uit de coach te kiezen of is het willekeurig gegaan? Het is willekeurig gegaan. Oké. Okay. Oh mijn god, ik weet waar dit is. Nee, maar dat hoeft niet hoor. Dat hoef je niet te zeggen, nee. Maar je hobby? Heb je ook hobby's? Misschien wel leuk om te weten voor de kijkers. Kijk, mij interesseert het persoonlijk niet zoveel. Maar ja, oké. Okay. Geen hobby's. Dit is ongemakkelijk. We gaan weer naar je coach. Oké? Okay? Ja. Heb je er zin in? Oké, okay, nou mooi. Jongens. Kan iemand dat ding even vervoeren? Damn, ik voel me gewoon zo slecht voor die andere Job nu, hè. Oh, energy drink. We komen met echte werk. Energy. Ik mag helemaal geen energy van. Nee, maakt niet uit. Je mag gewoon energy. Deze keer een speciale keer. Want deze keer is voor tv. Dus jij gaat nu drinken en we gaan kijken wat voor man jij wordt. Saffe, drink. Wayo. Wayo. Wow, kijk hem. Kijk hem. Wow, oh! Sowieso energy had. Oh! Geniaal. Ja, ik ook. Ik wil ook zo cool worden als hem. Mijn oren zijn letterlijk geëxplodeerd. Ik maak geen grap. Mijn oren zijn nu geëxplodeerd. Dat was echt veel te hard. Oké, weet je. Fuck dat hele heksen en Gmail bullshit. Laat ik gewoon overgaan naar de old school. Doe maar gamen. Ik ben benieuwd naar zijn eerste video. Doe maar een gamen. Ik zal het geluid even uitzetten. Jullie zien het al. Happy Wheels browser levels. Nou, dit is dus mijn eerste video op mijn gamekanaal genaamd Doe Maar Gamen. Ik denk dat de meeste van jullie me wel kennen van Heksen in Gmail. Oké, hier was hij nog niet snel. Zoals jullie al misschien weten, Job was een hele snelle pratende jongeman. Dus ik ga even zoeken naar dat ene videootje, jongens, waar die zo fucking snel ging. Het was volgens mij echt de Minecraft Survival Island aflevering. Echt die old school shit. Kom eens voor mijn gamekanaal, kijk eens. Juist, dit was hem. Dit was hem, jongens. Oh, oké. Laten we voorgaan, boys. 3, 2, 1. Kom eens voor mijn game, als je kijkt in deze video. In deze video ga ik met jullie wat nieuws doen. Op mijn gamekanaal, Doe Maar Gamen. Het is Minecraft. Oh, dat is nog lang niet genoeg Minecraft-video's op Doe Maar Gamen. Maar in elk geval, we hebben een seed. En dat is deze seed. En deze seed zal ons naar Survive Island. We zien het vanzelf. En create een world. Ik hoop jullie dat ik persoonlijk wel even van Minecraft heen. Oké, ik stop, ouwe. Dit is te veel. Ik kan je niet meer tegen. Oké. Kan er niet meer tegen. Wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Voor je nou deze video leuk vindt, dat je geen tijd meer mogen te abonneren. Dan zie ik jullie weer ooit.